consciousness. Dus bewust zijn. En identiteit is ook intimiteit. Conversatie, dialoog. Het gaat over een persoon met een identiteit en een karakter, een gevoel en een emotie. Ja, en maar dat allemaal bij elkaar maakt het kunstwerk. Ronde zaal, daar was een enorm werk opgehangen, uitgevoerd als tapisserie van een baai met vuurwerk. En dat alleen al, dat was imposant, hè, die schaal. Maar tegelijkertijd alle gevoelens die je van beelden kent, die met natuurbeleving te maken hebben, kwamen bij je binnen. Het sublieme, als je daaraan denkt. De natuur is groot en overweldigend. En wij zijn klein en wij zijn een stukje in die natuur. Dat gevoel, dat gevoel. There is also a problem with lighting this particular paper. That it can quite easily, if the angle is wrong, become flat. Mm-hmm. The image is flattened. Mm-hmm. Okay. And it is a particular characteristic of this paper, because for some reason, in some angles, it just doesn't like it. Mm-hmm. It just loses its depth. Dus ik raakte meer en meer gefascineerd door de persoon, Horsfield, die daarmee bezig is. En toen dacht ik van ja, daar moeten we een project mee doen. Daar moeten we een expositie mee doen. De vraag daarbij voor mij van belang was, hoe past dat bij Utrecht? Hoe past dat bij het Centraal Museum? Hoe past dat bij de geschiedenis van dit museum? En ik kreeg maar niet uit mijn hoofd dat met name in die Spaanse portretten zo nadrukkelijk Goya, Velázquez erin doorklinkt. Niet letterlijk, we kijken niet naar een kopie, maar je ziet het en je voelt het. Of je nou wil of niet. Toen we daarover nadachten en we keken naar verschillende uitingen in kunst door de jaren heen verbonden aan Utrecht, zagen we wel een bepaalde lijn. Als je begint met Skorrel bijvoorbeeld, Bloemaert, de Caravaggisten, en je gaat zo door naar het modern realisme, Koch, dan zie je een aantal ontwikkelingen. En een hele belangrijke ontwikkeling is een vorm van realisme met een soort van distantie. En dat fascineerde mij. En dat wilde ik heel graag verder onderzoeken met Horsfield. En het wonderlijke is dat hem dat gelukt is. Hij heeft een groep deelnemers via de methode van de conversatie, van het gesprek, gefotografeerd. En daar is een keuze uit gemaakt. Wat zo bijzonder is, is dat je ziet die diversiteit, natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor meer steden. Maar tegelijkertijd zie je ook een specifieke identiteit. Het wonderlijke is, als je nu die portretten ziet, en in het bijzonder de portretten die uiteindelijk in de collectie zijn geplaatst, het portret van Lydia, het portret van Theo, dan zie je dat in één keer. Ik bedoel, je ziet Caravaggis, maar je ziet een Utrechtse kop. Maar dan vertaald in die taal van dat Caravaggisme. Je ziet een Utrechtse kop, maar dan vertaald in dat modern realisme zoals Koch dat heeft ontwikkeld.
verschillende onderwerpen behoren tot de kunst, zolang de kunst bestaat. Het landschap, het stilleven, het portret, de Bijbelse vertelling. Als je kijkt naar het werk Nola, een werk in fresco-techniek, en dat moet je ook letterlijk zo nemen, hè? Een dun laag stukwerk op een aluminium plaat bevestigd en dan nat in nat in de frescolaag afgedrukt. En er zit iets heel wonderlijks in dat werk. We weten dat de kunstenaar in Nola is geweest, een klein plaatsje ten zuiden van Napels, waar ieder jaar de processie van de lelies plaatsvindt. Als je de foto's van de processie zelf ziet, gewoon kiekjes, kijk je naar een evenement. Maar door de ogen van Horsfield wordt het in één keer iets fundamenteel anders. Het houdt wel die intensiteit, hè? Want als je die koppen ook ziet, er gebeurt iets met kracht en inspanning. Maar het heeft ook iets religieus. Het heeft ook iets mystiek. En dat komt door het simpele feit dat hoe je het wendt of keert, dat je kijkt naar Christus aan het kruis. Die zien we zelf niet, maar we zien de suggestie door de ogen van de kunstenaar gemaakt. Heel, heel precies gemaakt en uitgekiend gedaan. Levert de kracht van de associatie op. Valt op dat hij hele expliciete dragers gebruikt waarop de fotografische beelden zijn verbeeld. Dat is tapisserie, fresco-technieken, kopshouten panelen, verschillende vormen van ja, de klassieke fotografische methode afdrukken op papier, maar dan wel in een bepaalde schaal, dikte. Waarin dat zintuigelijke helemaal in de structuur zit van het papier. Die elementen zullen heel nadrukkelijk meedoen in het ervaren van de verschillende werken. Als fotograaf heb je de mogelijkheid om uiteindelijk het kader te bepalen. Twee dingen. Het eerste is dat hij veel foto's maakt van één onderwerp achter elkaar, denk aan portretten, of dat hij foto's maakt bijna willekeurig, bijna los van allerlei elementen om ons heen, maar dat hij uiteindelijk de uitsnede zo bepaalt, zo kiest, dat er onmiddellijk het effect van een associatie optreedt. Voor de eerste keer zal de hele expositie met één soundscape worden gevuld. En die soundscape gaat per ruimte, los van het feit dat alle ruimtes samen daardoor verbonden zijn, maar elke ruimte individueel ook een interactie aangaan met de verschillende werken. Alsof de kunstenaar wil dat het lang naijlt, dat het in je hoofd blijft echoen.
key is that along the top, instead of stretching it, which is logical, you actually, and it's a little bit counterintuitive, you try to crunch it together a bit. Okay. So it's, I mean, not extremely, not so you get buckles, but so that it's a little bit compact. And that's to have less bowing at each side. Voor mij is het meest bijzondere stuk van de tentoonstelling de ruimte met de twee neushoorns. De eerste uitwerking van die foto's, die al dateren vanuit het begin jaren 70, op groot formaat, bijna 1:1 in de schaal van de beesten zelf, op dun fotopapier, rechtstreeks op de muur geplakt. En dat de kunstenaar zag dat het publiek ze gingen aaien, aanraken. En dat is hij nooit vergeten tot het moment dat hij dus die techniek van tapisserie ging verkennen, onderzoeken en de kwaliteiten en de mogelijkheden ervan zag. En dit beeld terugnam en in die nieuwe techniek van tapisserie verwerkte. Het heeft iets heel triest dat het je raakt en je melancholisch maakt. Omdat je bewust bent dat die beesten, en ze kunnen staan en ze kunnen liggen. Maar de betonnen bak waarin ze uiteindelijk, zeg maar, zitten, niet meer beweging verleent. Tegelijkertijd, de keuze voor de uitwerking in tapisserie maakt het heel erg vriendelijk. Maakt het heel erg sensitief. Voor mij is dat van een enorme schoonheid. Door tragiek, door emotie, door empathie. En ik denk, als je zegt van hoe je wilt dat kunst werkt, dan voel je in dat beeld hoe kunst werkt. For all of us, when we've just made in something, you're more conscious of the things that you would have done differently, or you see the things which you were struggling with. If you ask me the same question in a month's time, maybe I will feel a little different.